Hoe laat je iemand van dit... Nou, ik vind het geen leuke vrouw. ...naar dit gaan? Toen ik binnenkwam, toen was ik een beetje sceptisch eigenlijk. Ik ben een dag cool. Maar dat is bij mij 100% omgedraaid. Ik heb net die kriebels in mijn buik en die heb ik wel. Ja, nou. Dat is wat je in deze aflevering gaat leren. Ik onthul namelijk het geheim wat ervoor zorgt dat iemand blijvend voor je kiest. En dat gaan we doen aan de hand van beelden van Joop en Gerda. En op het zachtst gezegd was de eerste ervaring die Joop had met Gerda niet bepaald positief. Hij vond er geen aantrekkelijke vrouw. En hij besloot daarop zijn vader op te bellen. En dat gesprek ging zo. Hallo. Hoe is het? Nou, gaat niet zo goed hoor. Nee? Nee, ik vind het geen leuke vrouw. Ja, dat is wel jammer natuurlijk. Ja, het liefst zou ik nou nog teruggegaan, maar... Dan neem je mooi afscheid. Ja, doe ik ook. Ik verleng niet. Ik was al niet zo hoopvol, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Want je kan zelf ook niet zo heel erg veel bieden. Alright, thanks pa. Ik probeer hier mijn hart bij me te luchten. En je boort mijn zelfvertrouwen nog even verder de grond in. Ja, Joop, ik was al niet zo hoopvol. Want ja, je bent eigenlijk natuurlijk ook gewoon een zak stront. Hè? Ik bedoel, ik betwijfel wel eens of je uit mijn baas komt. Of uit mijn darmkanaal. Maar goed, ja, maak er maar wel het beste van. Oké, genoeg vulgaire praat. Vader van Joop ook altijd. Wat ik je nu ga laten zien, gaat jou vragen over verliefdheid, aantrekkingskracht en wanneer iemand nou gevoelens voor je ontwikkelt, oplossen. Dus ga er goed voor zitten, want ik ga je een element laten zien uit een van mijn cursussen, namelijk de relatiepiramide. Die piramide bestaat uit 5 lagen en gaat over de relatie die jij tot andere mensen hebt. In de onderste laag, de grootste laag, breedste laag, dat zijn de mensen met wie je niks hebt. Logisch ook, want er zijn gigantisch veel mensen die je niet goed genoeg kent of überhaupt nooit ontmoet hebt. Maar als je naar de tweede laag gaat, dan kom je op de laag van aantrekkingskracht. Die oppervlakkige aantrekkingskracht gaat heel erg over hoe knap je iemand vindt. Dat is hetgene waarmee ze geboren zijn. Daarnaast gaat het ook over de stijl die iemand heeft, hoe ze zich kleden. Dat is natuurlijk iets waar ze zelf aan kunnen werken. En het derde ding is de energie die ze uitstralen. Zijn ze heel vrolijk, opgewekt, durven ze je te flirten met jou, dan voel je al sneller oppervlakkige aantrekkingskracht bij iemand. De diepe aantrekkingskracht gaat over bewondering voor iemands persoonlijkheid, voor hun identiteit. Degene die ze achter hun uiterlijke kenmerken zijn. Aantrekkingskracht is iets wat je eenzijdig kan ervaren. Je kunt bijvoorbeeld aantrekkingskracht ervaren voor een poppiedol, zonder dat poppiedol jou überhaupt kent. Als je naar de derde laag gaat, dan komen we bij connectie. Connectie heeft ook weer een oppervlakkige kant en een diepe kant. Die oppervlakkige kant noemen we vaak ook wel de klikkende chemie. En oppervlakkig bedoel ik helemaal niet negatief. Oppervlakkig bedoel ik dat het wat minder diep gaat. Kan je met iemand lachen? Voel je je op je gemak? Hebben jullie onderwerpen die jullie samen kunnen bespreken? Wanneer dat het geval is, dan ontstaat er een energie tussen jullie. En connectie gaat dus over de band tussen jou en een andere persoon. Dit is niet eenzijdig, maar wederzijds. De diepe connectie die je met iemand kan ervaren gaat niet zozeer over of je met iemand kan lachen en je op je gemak voelt. Het gaat over of jij je echt gezien voelt. Of jij je kwetsbaar kan opstellen bij iemand. Of jij met jouw innerlijke wereld naar die andere persoon toe kan gaan en je begrepen voelt. Zowel aantrekkingskracht als connectie heeft dus een oppervlakkige en een diepe kant. Wanneer iemand aantrekkingskracht en connectie voor een andere persoon ervaart, is er een grote kans dat er gevoelens ontstaan. Dat brengt ons bij niveau 4, wat de laag van toewijding is. Die toewijding aan een andere persoon, het aangaan van een echte relatie, is ook weer gebaseerd op 2 elementen. Het eerste element is de verliefdheidsdrempel. Die verliefdheidsdrempel bepaalt of je daadwerkelijk gevoelens ontwikkelt voor iemand anders. Dus een bepaalde drempel als het ware waar de aantrekkingskracht en de connectie overheen moet. En wanneer dat gebeurt, dan krijg je die vlinders in je buik. Het tweede element van de toewijding is of iemand relatie-ready is. Is die persoon klaar voor een nieuwe relatie? Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer jij iemand ontmoet die nog midden in een scheiding ligt. En ja, ze hebben misschien wel wat gevoelens voor jou ontwikkeld, maar wellicht was jij meer een soort afleiding van de problemen in hun huwelijk. En
Heeft hij toch nog een goed gesprek gehad met zijn partner en besluit hij het toch weer te proberen. Die persoon is dan nog niet helemaal relatie ready. Hij is met zijn hoofd nog ergens anders. Het kan ook zijn dat iemand in een soort bachelorfase zit in zijn leven en helemaal geen commitment aan wil gaan. Het kan zijn dat iemand worstelt met heel veel persoonlijke problemen en wellicht sterke bindingsangst heeft. En zo zie je dus dat er gevoelens kunnen zijn zonder toewijding. Stel nu dat er wel gevoelens zijn en die persoon is relatie ready, dan krijg je toewijding. Maar dat betekent niet dat je automatisch ook een gelukkige relatie hebt, want daarvoor moet je door naar de vijfde laag en dat is de laag van synergie. Deze laag kom je wanneer twee personen echt gelukkig zijn met zichzelf en de ander niet nodig hebben, maar elke dag toch voor elkaar kiezen en een beste beentje voorzetten in die relatie, waardoor ze samen meer zijn dan de som der delen. Daar bedoel ik mee dat als jij bijvoorbeeld best gelukkig bent in je leven, maar je hebt een keer een slechte dag, dat je kunt rekenen op je partner om door die gevoelens heen te gaan en andersom. En daardoor vorm je echt een sterk team. En zal het leven gewoon leuker zijn. Want ook de prettige momenten kun je met elkaar delen. En dit is de laatste en meest hoge laag van een relatie die je met iemand anders kan hebben. Oké, terug naar Joop en Gerda. Wat er vaak gebeurt, vooral bij mannen, is dat ze de eerste laag, aantrekkingskracht, heel erg bepalend laten zijn voor een oordeel over een andere vrouw. En dan vooral de fysieke aantrekkingskracht. Joop ervaarde niet direct die oppervlakkige fysieke aantrekkingskracht bij Gerda en maakte daarop gelijk al het besluit dat het waarschijnlijk niks zou worden en dat hij wel genoeg Gerda had gezien. Maar dit is het interessante van de relatiepyramide. Diepe aantrekkingskracht is belangrijker dan oppervlakkige aantrekkingskracht. Wanneer je namelijk iemand gaat bewonderen, dan treedt er een effect op, namelijk het halo-effect. Wat een effect is, een psychologisch fenomeen, dat je andere eigenschappen van die persoon ook meer gaat waarderen. En stel dat je dan iemand een 6 of een 6,5 laat scoren op fysieke aantrekkingskracht, dan kan het zo zijn dat door die diepe aantrekkingskracht je iemand alsnog als opwindend gaat ervaren of als aantrekkelijk gaat ervaren, omdat die persoon zo bewonderingswaardig is. Waardig zegt het al, er zit waarde in die persoon die jij ziet. En daardoor ga je de complete persoon in een ander daglicht zetten. Als daar vervolgens dan nog eens connectie overheen komt, zowel de oppervlakkige connectie, namelijk samen lachen, als de diepe connectie, je kunt mooie onderwerpen aansnijden en gevoelige gesprekken voeren, dan scoor je als het ware op 3 pijlers, een hoog cijfer, waardoor het cijfer op die eerste pijler er wat minder toe doet. Je kunt het zo zien. Niemand is perfect. En omdat je bepaalde kwaliteiten in een persoon ziet die je zo mooi vindt, doen de dingen die die persoon niet heeft er gewoon minder toe. Dat maakt je minder uit, omdat je je oprecht gelukkig voelt bij die persoon. En dat is in de kern waar het altijd om gaat. Voel ik mij echt gelukkig bij die ander? Of ben ik de hele tijd bezig met een bepaalde twijfel? Dus het gedrag van Gerda heeft nog steeds een gigantische invloed op het feit of Joop gevoelens voor haar gaat ontwikkelen. Ondanks dat hij Gerda's uiterlijk, de oppervlakkige aantrekkingskracht, bij de eerste indruk niet hoog genoeg vond om eigenlijk überhaupt verder te kijken. Dus laten we kijken hoe de date verder verloopt. Joop heeft eigenlijk niks meer te melden. Maar ja, die vragenpot staat er niet voor niks, hè? Wat is jouw grootste valkuil in een relatie? Een beetje bang of ik het wel goed doe, wel goed genoeg ben. Ik heb het idee dat ik bij heel veel mensen gewoon als heel druk overkom. Ik bedoel het altijd goed met iedereen, maar dat kan ook wel eens tegen me werken. Ja. Kijk, daarom hadden ze plakband bij gedaan, zeg ik te veel plakband erop. Wanneer is voor jou iemand mooi? Nou, zoals ik jou al zie, ben je al mooi genoeg. Mooi is iemand als het hier goed zit. Ja. En als het ook echt gemeend is, ja. Dan is het voor mij mooi genoeg. Door Joop's gebrek aan interesse weet hij niet zo goed wat hij tegen Gerda moet zeggen. En grappig genoeg pakt hij daardoor de vragenbak van Lang Leven de Liefde maar bij en begint hij gewoon allemaal vragen op Gerda af te vuren. En ondanks dat Gerda waarschijnlijk wel aanvoelt dat Joop niet super geïnteresseerd is of heel blij is of heel enthousiast is, gaat zij hem niet naar de mond praten. Zij blijft bij wat ze echt voelt. En wat je hier ziet, is dat ze echt is. Het is kwetsbaar, mooi. Ze geeft hem een hele duidelijke visie hoe het leven gaat zijn als hij voor haar kiest. Zonder hem proberen te overtuigen. En dat is de manier waarop je
diepe aantrekkingskracht opbouwt. Je krijgt namelijk een blik in iemands karakter op een bewonderingswaardige manier. Verder hebben ze ook gewoon plezier, gaan ze een potje darten. En langzaamaan begint Joop steeds meer te ontdooien en gaat hij verder met het stellen van vragen. Wat is je gekste openingszin die je ooit hebt gehoord? Hey, bapper, hoe is die? Elleboogie of vuistje. Wat heb je in gedachten? Iets, tenminste, als het zo allemaal uit zou komen, zou je dan een latrelatie of? Dit is een interessant punt. Veel mensen hebben zoiets van: oeh, als ik uitkom voor mijn echte intenties over wat ik wil in het leven, dan jaag ik die andere persoon misschien weg. Er zijn ook bepaalde mensen die, wanneer ze een antwoord geven op de vraag: ben je op zoek naar een relatie?, in een soort verkramping schieten, omdat ze een gemis bij zichzelf voelen. En ergens de diepe overtuiging hebben dat een relatie hen gelukkig gaat maken, hun succesvol gaat maken, heel veel twijfels en negatieve momenten in hun leven gaat wegnemen. En omdat ze vanuit die energie daar een connectie mee maken, hun antwoord gaan geven, komen ze ook een beetje onaantrekkelijk over. Gerda niet. Sowieso. Eerst maar even kijken hoe het samen klikt. Ja, en dan tuurlijk. Mijn grootste wens is gewoon om nog een maatje waar ik mijn verdere leven nog mee door mag brengen. Waar we nog van alles mee mogen beleven en mogen doen. Gerda laat blijken dat ze wel degelijk het leven met iemand wil spenderen. Maar niet zomaar met de eerste de beste. Het moet goed voelen, rustig aan bekijken. En ze wil nog steeds avonturen beleven. Ze wil niet thuis op de bank hangen. Ze wil het leven nog echt ervaren. En het is die energie die Gerda in haar antwoord tentoonstelt. En dat is het plaatje schetsen in iemand anders zijn hoofd over hoe een relatie met jou eruit gaat zien. En als dat een opwindend, mooi, plezierig plaatje is, dan gaat die andere persoon voelen dat dat een realiteit is waar ze zelf ook een beetje naar gaan verlangen. En op die manier ontwikkel je dus diepe aantrekkingskracht. Vind je mij eerder sexy of intelligent? Wij een beetje. Ja. Je ziet er goed uit. En je bent toch nog wel welvarend ook gewoon qua wetenschap, vind ik. En naast deze mooie antwoorden durft Gerda Joop ook nog een beetje te plagen. Ik maak je toch niet nerveus, hè? Dit is heel belangrijk voor de oppervlakkige aantrekkingskracht. Flirten, uitdagen, humor gebruiken zijn manieren om de aantrekkingskracht, de spark, de spanning te verhogen. En dat doet Gerda hier gewoon goed. De date gaat verder. Waarschijnlijk is er nog meer gezelligheid, plagen, humor en goede gesprekken. Maar dat zien we niet. Hè? De regie kan maar zoveel laten zien. Maar Joop en Gerda eindigen uiteindelijk in bed. Oké. Nou, dat zagen we niet aankomen, Joop. Oh, Joopie, ouwe snoepkont. Goed, wat me nog meer opviel was dat Joop zijn vader de volgende dag voor de tweede keer ging bellen. En terwijl je naar dit fragment gaat kijken, vraag je jezelf dan af wat je bij dit gesprek voelt en denkt. De vader van Joop krijgt vandaag een heel andere zoon aan de lijn. Hoe is het? Ja, het gaat toch eigenlijk wel goed. Het is wel aardig. Nou, een hele aardige vrouw. Ja. En, mijn mening geloof ik toch een beetje bij aan het stellen. Nou, daar is het toch voor, waar je nou zit. Ik bedoel, dat moet je me niet kwalijk nemen, maar jouw eerste indruk van dingen is altijd negatief. Altijd, met alles. Ja. Nou, dat is nou... Wat betekent dat? Ja, het is al een hele ontspannen sfeer. En, ik zou zeggen, Joop, maak er wat van. Ja. Oké. Nou, Joop. Sterkte. Dag, pa. Dag, Joop. Dag. Ja, van wie zou Joop nou hebben dat hij alles zo negatief bekijkt? Want je kan zelf ook niet zo heel erg veel bieden. Interessant ook hoe pa het gesprek afsluit met... Oké. Nou, Joop. Sterkte. Terwijl Joop net heeft verteld dat hij eigenlijk is bijgedraaid en best wel ontspannen sfeer vindt en het best wel relaxed vindt. De reden waarom dit mij zo opvalt is omdat het heel vaak voorkomt dat mensen bepaalde associaties bij relaties, daten, wat ze belangrijk vinden in het leven hebben, doordat hun ouders dat bij hen hebben ingeprent. We nemen allemaal bepaalde thema's mee. En ik vermoed dat Joop dat negatieve kijken en het snel oordelen niet van een vreemde heeft. Goed, het is natuurlijk niet per se heel veel content die ik er heb, dus ik kan dat zeker niet met zekerheid zeggen. Maar dit zijn wel de patronen die mij opvallen wanneer ik naar dit soort programma's kijk. Maar voor nu gaan we weer verder met Gerda, die haar authentieke zelf blijft en de fysieke toenadering zoekt. Zo legt Gerda haar hand op Joop zijn knie
En begint Joop ook steeds meer te openen over wat hij prettig vindt. Ja, ja. Maar het is wel gezellig. Maar wel eens af en toe een knuffel. Maar... Ja, goed, de eerste dag is het allemaal even aftasten. Ja, ja, en als je zo samen zit en je zit lekker samen bij elkaar, tegen elkaar lekker een beetje... Ja, een beetje te kijken. Samen wat je leuk vindt. En, ja, een beetje door je haakje te lopen. Ja, ik nou. Wat, weet je wel, dat soort dingen. Wat wil je? Is een kusje geven of zo? Dat is helemaal geen probleem. Mooi, de oppervlakkige aantrekkingskracht begint dus ook meer te ontstaan. En vervolgens gaat Joop gewoon lekker verder met het stellen van vragen, want dat ging immers goed. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ja. Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Waarom wel of waarom niet? Nou, ik geloof er best wel in, want ik zag jou binnenkomen van zeggen van wauw. Ja, ja gewoon jawel. Echt sprankelend qua ogen. Ja. En hoe kwam ik bij jou over? Ja, goed. Alleen niet het type wat ik gewend ben. Waar ik op val, die wat meer opgemaakt waren en dat soort dingen. Weet ja, je. Nou, dat weet ik. Ik had er eentje bijvoorbeeld, die had wel 3 kwartier nodig voordat ze de badkamer uitkwam. Het is niet aan mij besteed. Ik ga gewoon zoals ik ben. Liefde op het eerste gezicht. Ik krijg er nog wel eens vragen over of dit nou echt bestaat. Waar liefde op het eerste gezicht vooral om draait, is de oppervlakkige aantrekkingskracht. Iemands uiterlijk, stijl en energie. En die 3 dingen samen zorgen ervoor dat je een bepaalde energie voelt wanneer die persoon daar hoog op scoort. Daarnaast is het zo dat je een bepaald ideaalbeeld in je hoofd kunt hebben van wat jij aantrekkelijk vindt. Zo ken ik bijvoorbeeld een jongen die bi is. En wat hij mij vertelde is dat hij op mannen valt die zijn eigen ideaalbeeld voor hoe hij graag wil zijn als man haast belichamen. Zij lijken daar heel erg op. En dat bewondert hij in hen en dat voedt die aantrekkingskracht. Dus is het echt liefde die je ervaart? Nee, het is een hoog cijfer op die oppervlakkige aantrekkingskracht. Soms ook op de diepe aantrekkingskracht wanneer die persoon bijvoorbeeld al vrij snel laat zien dat ze bewonderingswaardig zijn, dat ze heel lief met iemand anders omgaan of zich uitspreken tegen onrecht, wat het ook is in die specifieke situatie, dat je hun voor het eerst zag, wat ze deden, wat je zo aangetrokken tot hen maakte. En dat zorgt ervoor dat je al gelijk een heel sterk gevoel bij ze hebt. Maar om het direct liefde te noemen, daar is het echt nog te vroeg voor. Liefde gaat er pas komen op het moment dat je die persoon beter kent en ook de negatieve kanten van die persoon kent en dan nog steeds van die persoon houdt. Nou, de eerste 24 uur, ze zitten erop. Ja. Hoe sta jij er tegenover? Toen ik binnenkwam, toen was ik een beetje sceptisch eigenlijk. En dan dacht ik, Maar dat is bij mij 100% omgedraaid. Oh, fijn. Ik vind je gewoon een hele leuke vrouw, maar ook kennen heel goed met elkaar praten. En het innerlijk is uiteindelijk belangrijk. En ze zeggen wel eens, als ze niet verlengen, ik heb net die kriebels niet in mijn buik en die heb ik wel. Ja, nou. Dus ja, ja. Vandaag wil verlengen. Nadat Joop en Gerda hebben uitgesproken dat ze gaan verlengen, zie je dat Gerda ook steeds meer tot bloei komt in haar energie. En Joop eigenlijk haar alleen maar aantrekkelijker gaat vinden. Kom maar. Ja, ja, ja. Snapzijtje. We gaan picknicken. Ah, ja, 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 ja. Kom maar. Ja, leuk. Ja, gaan we zitten. Ja, nou, dan gaan we proosten, hè? Nou, proost. Ja. Proost op de goede afloop. Ja, dat er nog hele deze picknicken en andere etentjes zullen volgen. Hè? Ja? Ja, hoor, schat. Eet smakelijk. Ja. Ah, de eerste keer dat ik dit fragment zag, viel het me niet eens op. Maar ik zie nu dat ze kapsalon eten. Hoe romantisch, hè? Dat is toch wel de echte liefde die je dan vindt in zo'n villa. En wil jij dit nu zelf ook ervaren? Ik bedoel dan niet een kapsalon eten. Dat kun je vrij gemakkelijk doen. Ga naar de plaatselijke shawarma boer, kapsalon, deuner, restaurant in jouw buurt. Bestel er een. Maar wil jij iemand vinden met wie die diepe aantrekkingskracht kan opwekken? Wil jij dat kwartje van een man gaat me wel leuk vinden of niet leuk vinden, eindelijk een keer eens de goede kant op valt? Dan heb ik iets moois voor je, namelijk mijn online cursus Jij bent de prijs. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor mensen die meer zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde willen ervaren. Niet alleen in liefdesland, maar in hun gehele leven. Want als je het gevoel hebt dat je meer uit je liefdesleven kan halen, maar je elke keer weer
huur op je neus krijgt, de teleurstelling, het verdriet. Of wanneer je gewoon gefrustreerd raakt, omdat je denkt van ja, ik voel me gewoon best gelukkig. Ik zit lekker in mijn vel, ik heb leuke vriendinnen, goede baan, ik heb het goed voor mekaar. En toch lukt het me maar niet om die man te krijgen waar ik wel een beetje naar verlang, met wie ik mijn leven graag wil spenderen. Dan is deze cursus speciaal voor jou. In een proces van 9 weken tijd leer ik je hoe je jouw oude verhaal in kaart brengt. Dat is de manier waarop je nu in de liefde staat. Hoe je daarvan ontkoppelt. En vanuit een nieuw verhaal de liefde gaat beleven. Waardoor je de relatiepyramide kunt doorlopen en naar dat hoogste niveau de synergetische relatie kunt gaan. Het is een heel duur woord voor het gewoon naar je zin hebben in je relatie. Het goed voelen, groeien, plezier, liefde, al die prachtige dingen waar je waarschijnlijk heel veel behoefte aan hebt. Anders kijk je deze video's niet. Ik zet de link naar die cursus in de beschrijving. En mocht je nog ergens vragen over hebben, dan kun je me altijd mailen naar matthijs@mannenbrein.nl of stuur ons een berichtje op onze Instagram account. Voor nu wens ik je in ieder geval heel veel liefde toe. En ga lekker genieten ook van een kapsalon. Want ja, ik weet ook niet waarom ik dat zeg. Maar ik neem deze video wel op 6:00 en ik heb het nog niet gegeten. Misschien dat ik het daarom zeg. Dat zijn dingen die ik in ieder geval nu voor mezelf ga onderzoeken. Heel veel liefde toegewenst. Arrivederci, tot snel.